Dit is een hobby en we zijn een vereniging. Het is gewoon één. Oh, wel een vereniging. Ja, dit is de complete vereniging Mars, verschillende tijdsperiodes. 70 jaar Operation Market Garden. Toen ze in Alverna voorbij kwamen, kreeg ik een petje. En ter gelegenheid van vandaag heb ik hem weer opgezet. De moderne tijd, de kinderen die zien alleen maar moderne telefoons, dus die vinden het maar heel raar om zo'n telefoon te zien. Hè? Die begrijpen het niet, maar het is ook bijna niet uit te leggen hoe dat er werkt. Met jullie, met alle inwoners, met alle bezoekers en alle evenementen maken we er wat van. Dank dat jullie er zijn en heel veel plezier. Hup hup! Hey! Hup hup! Hey! Hup hup! Hey! Don't you run to the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, no, no. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Till I come marching home. Via een telefoondraadje naar een andere. Alleen maar een draadje? Of dat kan, ja. Toch weer iets anders? Nou, je kunt het ook wel via de radio doen, maar dat is uit de tijd dat we dit hebben, is dat een kast van ongeveer een kubieke meter en dat is een beetje zwaar meenemen. Nou, en ik heb nou een keuken, zeg maar, met originele keukenblokken. Dat is een Field Range M1937 Field Range. Deze is van 42 en die is van 45. Okay, hier zit lucht in. Dat doe je met een fietspomp. En daar zit benzine in. En dan pomp je hem op. En dan gaat de lucht langs de benzine door de verstuiver. En dan wordt de brandstof wordt vergast. En dan lijkt het net of je een gasstel hebt. Nee. Ik ben in principe daar bij de communicatie. Aha. Ja. Maar ik zat hier even lekker in de straat. Maar we hebben ook een jeep. Wij wonen in Maastricht en we zitten bij de Club Second Armor Division. Dat is ook van de tankers. En er zitten ook soldaten daar die patch op hebben. Nee, dit is een submachine gun, oftewel een pistoolmitrailleur. Nou, deze is voorgoed ongeschikt gemaakt. Bij het gebruik van het wapen wordt het wapen vies. En ja, wil je hem blijven gebruiken, dan moet je hem gewoon schoon te maken. Goed, alles kan hij vastlopen, er komt overal zand in, er komt troep in. En ja, wil je hem blijven gebruiken, dus net als bij je auto, moet je hem onderhouden.
Het leukste aan deze hobby vind ik toch wel het stukje geschiedenis overdragen aan de volgende generatie. Op een manier dat het ook echt blijft hangen in plaats van saai uit een boekje. Ik ben op dit moment een sok aan het haken. We zitten hier op dit moment bij het Frans Verzet. Tweede Wereldoorlog. Dus ik ben niet alleen maar voor de manschappen bezig, maar ook voor mezelf. Want als vrouw heb ik eigenlijk ook een groot aandeel in het verzet. Ja, wat wij hier uitbeelden, dat is een stelling aan het einde van de oorlog, waarbij de vredesonderhandelingen inmiddels plaatsvinden. De Koreaoorlog is een vergeten oorlog. En de Koreaoorlog is ontstaan doordat Noord-Korea Zuid-Korea aanviel. En op een gegeven moment Zuid-Korea hield het meer. En toen is Amerika gekomen met de Verenigde Naties. En toen zijn daar dus ook Nederlandse eenheden gevraagd van, jongens, help ons. Dan zijn de vredesonderhandelingen al een paar jaar bezig. Dus de verveling slaat toe. En dat is voor de mannen die eigenlijk 2,5 jaar gewend zijn hard te vechten. Op een gegeven moment in een stuk rust te komen, daar worden de mannen eigenlijk, daar worden ze eigenlijk onrustig van. In principe is het een stellingsoorlog geworden, vanaf 1952 ongeveer. En vanaf dat punt gebeurde er niet veel meer. Mensen zaten hier in de stelling, mensen verveelden zich, mensen moesten hun dagelijkse taken doen. Op dat moment is het eigenlijk zo relatief rustig dat de mannen bezighouden moeten worden met de oefeningen. En toch uitkijken naar de vijand, terwijl eigenlijk de vijand er niet is. Maar wij hadden gisteren wel een 89-jarige veteraan. En de beste man heeft hier 2,5 uur in de loopgraven rondgelopen. We hebben hem alles kunnen vragen. Hij heeft alles ook aan ons verteld. Wij hebben hem nog zaken kunnen laten zien waardoor hij eigenlijk begon te vertellen. En uiteindelijk zei zijn schoondochter van, goh, u gaat opeens alles vertellen. Hoe is dat eigenlijk nu ontstaan? En toen zei hij, ik ben weer onder mijn maten. Want hij zag 2,5 jaar waar hij mee gevochten heeft. Man in dezelfde uniform, met dezelfde wapens. Hij voelde zich weer helemaal thuis in zijn oorspronkelijke tijd in Korea. Dit is het slaapvertrek. Dit hebben wij gebaseerd op foto's van de mannen die in Korea zijn geweest. Dit hebben wij geprobeerd zo authentiek mogelijk na te bouwen. En we hebben hier gisteren een veteraan op bezoek gehad. En die man die bevestigde wel dat het wel heel dicht in de buurt kwam van hoe het er in de tijd daaruit gezien heeft. Dus je komt hier alleen 's nachts. Er zijn wel verhalen dat het gewoon 2 weken lang aan 1 stuk regende. Nou ja, en dan eindigde alles in principe in modder. Waarbij het soms tot bijna kniediepte ging. Kort gezegd, de Eerste Wereldoorlog, 1914 begint hij. De Duitsers vallen Frankrijk binnen. België in eerste instantie. En dan begint de ellende. En omdat die oorlog grotendeels in de loopgraven werd uitgevochten, moesten de soldaten bijna helemaal zelfvoorzienend zijn. Vandaar ook dat ze gasaanvallen werden voor het eerst uitgevoerd, gasmaskers daarom, een helm op, dat was ook al lang niet meer voorgekomen. En je hebt op je rug heb je veldflessen, je eten, je tentzeiltje, alles wat je nodig hebt om te kunnen overleven aan het front, als dat al mogelijk was. Ja, dat was verschillend. Sommigen zijn 5 maanden geweest, sommigen zijn 6 maanden geweest, ikzelf 6 maanden. Er was ook voor ons nog een mogelijkheid dat je 2 keer 2 maanden kon bijtekenen. Sommigen hebben dat ook gedaan. Dus ja, eigenlijk tussen de 4 maanden en de 8 maanden kon je toch al snel weg zijn. En maar er zijn collega's geweest die helaas wel trauma's eraan over hebben gehouden. En ook last van hebben. En ook heel veel last van hebben, ja. Ja, hobby, weet ik niet of je dat kunt noemen, een hobby. Ik hou van regelen, ik hou van organiseren, ik hou van met mensen werken. En het mensen naar de zin maken. Ja, en dit valt daar eigenlijk helemaal in. In het begin is natuurlijk weinig werk aan. Dat begint zo'n beetje een half jaar geleden. Dan begin je eigenlijk met de evenementenvergunningen aan te vragen. En langzamerhand wordt het werk steeds meer natuurlijk. Want je moet zorgen dat er van alles gebeurt. Je moet zorgen dat er hout is voor de jongens. Je moet zorgen dat er wc's komen. Je moet zorgen dat er gegraven mag worden hier zo enzovoort enzovoort. Dus ja, er zit best wel wat tijd in.